actie. Cultuur in actie, inderdaad. Derde dag alweer. Het is een hele week. Een ketendemonstratie, zoals gezegd. U zag net Jurgen Rijman. Ik zeg steeds u, maar ik geloof tegenwoordig gewoon heel makkelijk dat je je moet zeggen. Maar hoe dan ook, je en u. Ik ben nog van die oude generatie die u zegt. Vreselijk eigenlijk. U kunt dus niet alleen kijken naar deze livestream op de website cultuurinactie.nl. Dat weet u al, want anders dan zou u dit niet zien. Maar u kunt ook uw stem uitbrengen om de politiek aan te sporen om met een nood- en herstelplan te komen voor de cultuursector. En u komt de komende dagen, hoort u dan waarom dat zo ongelooflijk nodig is. Het is even zoeken op die site, maar dan vindt u uiteindelijk een knop. En die kun je aanklikken, stem voor cultuur. Doe dat alstublieft. Bij mij aan tafel, Boris van der Ham. Ik zeg Boris, want ik ken je. Ja, ik ken je al als politicus. Ben ik al heel lang niet meer. Ja, ben je al heel lang niet meer. Maar zo lang kennen wij elkaar al wel. Voormalig D66-politicus. Maar tegenwoordig zit je in de kunstwereld. Ook. Je bent acteur. Ja. Was je ook al voordat je politicus werd, of niet? Zeker. Ik heb in 1998 mijn studie gedaan en afgerond in Maastricht. Ja. En ik heb een paar jaar bij De Appel gespeeld. Bij het Theater van het Oosten, Zuidelijk Toneel, een paar televisieseries. En toen werd ik inderdaad om 28e werd ik Tweede Kamerlid. Omdat ik dat ook nog deed. En daarna heb ik weer even een tijdje gespeeld. Ja. Ik heb in Siske de Rat gespeeld. Een paar andere voorstellingen. Kwam het eigenlijk goed van pas als politicus dat je acteur was? Ja, die vraag is me heel vaak gesteld. Oh, nou laat dan maar. En dat vond ik in eerste instantie altijd heel irritant als mensen dat vroegen. Ja. Vaak omdat er ook een soort waardeoordeel in zat. Deden voor de politiek. Ja. Ja, maar ook deden voor acteren. Omdat mensen denken, ja, acteren dat is eigenlijk liegen, net alsof doen. Terwijl als je op de toneelschool zit en leert om de kunst van het acteren te beheersen, is het juist om onder gespannen, niet natuurlijke situaties eigenlijk heel echt te zijn. Dus het gaat niet over echt, over nep doen, maar over echt zijn onder onnatuurlijke omstandigheden. En dus daar heb ik zelf ook wel eens een boekje over geschreven na mijn politieke periode, om te vertellen van wat eigenlijk de waarde van theater, van theaterwetten en van dat soort uitgangspunten kan zijn voor politiek en voor bestuur in zijn algemeenheid. Ja, goed, daar gaan we het niet over hebben. Want nee. Je zit hier ook, en dat heb ik nog helemaal niet gezegd, als voorzitter van de VVTP. Dat zijn de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten. Ja. Wat is dat voor vereniging eigenlijk? Nou ja, de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Ja, nee, maar, hoeveel mensen zijn daar lid van? Ja, we hebben ruim 30 leden. In de zin van dat zijn productiebedrijven. En je moet je daarbij voorstellen, dat zijn de productiemaatschappijen, bedrijven die niet gesubsidieerd zijn. Dus die 70% in Nederland verzorgen die het podiumaanbod in Nederland. En dat is dus een groot gedeelte. En er zijn ook een aantal theaters in Nederland die eigenlijk met name vrije theaterproducenten produceren. Je had het zelf over je eigen podiumervaring. Terror dat was inderdaad. Dat was een heel maatschappelijk geëngageerd stuk. Het was bij de première zelfs. Maar dat is geproduceerd niet door Toneelgroep Amsterdam, maar door een niet gesubsidieerde producent. En het is eigenlijk hartstikke mooi dat we in Nederland dus allebei hebben. Heel sterke, grote bedrijven. Stage Entertainment, Soldaat van Oranje ook niet gesubsidieerd. Senf. Je hebt ook kleinere organisaties die kleinere voorstellingen maken. Heel divers. Dus en daar hangt een heel groot gedeelte van ons podiumaanbod aan. Ja. En die zijn verenigd in een vereniging. Omdat wat je ziet is dat omdat we niet gesubsidieerd worden, worden we ook heel vaak niet gezien door de politiek. Dat hoeft ook niet, want we hebben hen niet nodig om te functioneren. Maar nu is het natuurlijk wel heel belangrijk om gezien te worden door de politiek. Want nu heeft de regering om bepaalde redenen gezegd, de theaters mogen niet meer open zijn. En wij als ondernemers, die elke cent zelf moeten verdienen, zijn daar natuurlijk heel erg het slachtoffer van. Ja. Er is wel geld gegaan naar de gesubsidieerde instelling, althans een aantal, omdat ze daar al een band mee hadden. Maar er is geen steun gekomen, of heel beperkt steun gekomen, voor de vrije theaterproducenten. En jullie verdienmodel is gebaseerd op volle zalen, of in elk geval op gevulde zalen. Ja, zeker. Hè? Dus het is, je kan niet stellen dat er altijd nog wel een stroompje van subsidie is waar je een beetje op kan doorsudderen. Wat nu een aantal gesubsidieerde gezelschappen gelukkig kunnen doen. Het is hartstikke goed dat dat gebeurt. Dat kunnen vrije theaterproducenten niet. En dat is ongelooflijk kwetsbaar. Want
We hebben het steeds over de toekomst van het toneel, van de kunst in Nederland. Kijk, op zichzelf, ik geloof niet zo heel erg in het dramabeeld van dat er geen poëzie meer zal zijn, dat er geen toneel meer zal zijn. Dat zal altijd doorgaan omdat mensen nou helemaal een urge hebben om dat te maken. Maar ja, wel in een anderhalve meter samenleving heb je dan grote theaters met grote zalen en een vijfde aan het publiek. Exact. En wat dan zal gebeuren op korte termijn? Kan je daar dus niet zoveel mee. Maar op lange termijn kan het zijn dat als nu al die productiemaatschappijen, al die producenten weg gaan vallen of in grote financiële problemen komen, dan gaat de grote diversiteit die we hebben in het podiumaanbod wegvallen. Want wat zal je dan zien over een jaar of over 2 jaar? Dat mensen heel conservatief gaan programmeren. Dus dat we eigenlijk alleen maar de inkoppertjes in de theater gaan krijgen, omdat mensen heel erg voorzichtig gaan worden. En je wil juist in Nederland, waarom is Nederland zo'n rijk cultuurlandschap, is dat eigenlijk alles gebeurt. Van grote musicals tot kleine zaalproducties. En dat alles zijn grote musicals zijn dan ook weer heel duur om te produceren. Ja. Daar heb je dan weer die grote volle zalen voor nodig. En dat wordt dus als voor die model alleen al, laat staan vanwege de culturele diversiteit, wordt dat een probleem. Hebben jullie als vrije producenten uitgerekend wat jullie tot nu toe, toen jullie van het een op het andere moment alle dingen moesten stoppen waarmee jullie bezig waren, wat jullie verloren zijn? Ja, dat hebben we uitgerekend tot 1 september. Hè, want dat is een datum die we dan maar even hebben geprikt als een soort begin van het seizoen, eind van het seizoen. Is dat wij 42 miljoen omzet, schade hebben. Dus omzet is nog veel meer, maar 42 miljoen hebben wij aan schade. En daar zijn dan alle getallen al afgehaald, waarin we al geholpen zijn met andere maatregelen van het Rijk. Dus bepaalde regelingen wat betreft arbeidstijdsverkorting en dat soort zaken. Dat is allemaal afgehouden. Wat er dan nog overblijft is 42 miljoen. Ja. En als we straks vanaf 1 september weer mogen spelen, onder welke voorwaarden dat dan ook mogen zijn, dan gaat die schade nog veel groter worden. Omdat je eigenlijk je verdienmodel, namelijk de investeringen die je doet door volle zalen, dat gaat niet meer op. Nee. Dus hoe het er dan uit gaat zien, zal nog heel spannend worden. En als jullie straks weer mogen spelen, heb je dan ook iets om te brengen? Ik weet bijvoorbeeld dat ik zei net al, ik was natuurlijk toen in Terror had ik een rol. En ik zou in een stuk gaan spelen in september. Dat is afgelast. Ja. En dat is logisch, want er is ook geen geld meer om het te produceren. Hebben jullie überhaupt dan nog iets om te brengen als jullie weer mogen produceren? Nou, er zijn een aantal producenten die gaan inhalen wat ze hadden willen spelen de afgelopen maanden. Ja. Dus dat zal gebeuren. Er zullen hier en daar ook wel wat kleinere initiatieven zijn. Maar wat er afgelopen weken is gebeurd, dat een aantal hele grote producenten hebben gezegd, wij gaan op slot tot misschien wel volgend jaar. Stage Entertainment zegt, nou, maart volgend jaar gaan we weer door. En dat zijn grote producties, hè, waar heel veel mensen aan het werk zijn. En niet alleen maar de acteurs en de zangers en de muzikanten, maar ook de technici. Er werken echt honderden en bij elkaar in zo'n jaar duizenden mensen tegelijkertijd. Dat zijn enorme producties die allemaal nu stilgelegd zijn. Ook investeringen die niet worden gedaan. Dus wat dat betreft zie je dat nu producenten ook eieren voor hun geld gaan kiezen. En zeggen, ja, als er zoveel onzekerheid is, gaan we nu niet investeren in hele grote nieuwe producties. En dat begrijp ik heel goed. Ja, maar wat verwachten jullie dan van de overheid? Je kunt toch ook niet, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat verwachten jullie ervan? Laat ik als een open vraag stellen. Eigenlijk 2 dingen. Allereerst, hou de producenten die er nu zijn, helpt die een beetje overeind te houden. En dat heeft te maken met schadevergoeding. Als ik het heb over die 42 miljoen, we hebben nu een goede afspraak gemaakt met theaters om elkaar een beetje tegemoet te komen. Maar de theaters staan natuurlijk ook om omvallen. Dus daar moet extern geld bij. Dus dat moet de overheid, of het nou de Rijksoverheid is, of de lokale overheden, daar moet geld bij. En ten tweede, en dat gaat veel meer over de toekomst, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de diversiteit ook voor de toekomst garanderen? Ga met ons om tafel zitten. Ga ervoor zorgen dat we een plan maken hoe we stapje voor stapje gaan opstarten en dat we dat ook financieel kunnen volhouden. Dat is wat we willen. En je merkt dat de minister van Engelshoven, maar ook Wiebes en anderen, dat die natuurlijk wel incidenteel met ons praten. Niet alleen maar met ons, maar ook met andere meer commerciële cultuurmakers. Maar een echt structureel overleg. En ook met de erkenning hoe belangrijk dat is dat dat allemaal overeind blijft. Althans een groot gedeelte daarvan overeind blijft. Ja, dat merk je gewoon. Te weinig. Er wordt te snel gezegd, ja, maar
ingewikkeld, moeilijk, et cetera. Er wordt vooral teruggekeken en vooral gepraat over wat er allemaal wel is aangeboden. Dat is ook hartstikke goed wat er wel is gebeurd. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren, willen we de diversiteit en de rijkheid voor de toekomst ook veiligstellen. Duidelijk. Nu eindigen we hier ieder gesprek met aan onze gasten vragen hoeveel mensen hij of zij hier denkt te vertegenwoordigen, als ik dat aan jou vraag? Nou, dat is een vraag waar ik onmiddellijk de disclaimer bij moet leggen, dat er natuurlijk mensen zijn die in verschillende sectoren werken. Die zich door jou helemaal niet willen laten vertegenwoordigen. Dat weet ik niet, maar misschien ook. Ja, maar het zijn ook mensen die bij verschillende clubjes zijn. Ja. Maar wij kunnen wel zeggen dat er ongeveer per jaar in de vrije theatersector 10.000 mensen werken. Dus die kan je er zeker bij optellen. 10.000 mensen. Ja. Wil jij dan namens die mensen direct jouw handtekening zetten? En dan zullen wij die erbij opstellen. Dat gaat op dat grote schoolbord. Dat gaat om, ja, het moet even zelf kijken. Ja, precies. Ja. Ga gerust je gang. En laat ons daarvan getuigen zijn. Zeker. Dankjewel. Boris van der Ham namens de VVTP.